Optrekken. Dames en heren, goedemorgen. Als ik ben even mijn video aan het inspreken trouwens voor degene die mee luistert. We gaan onderweg naar de Stelvio. We gaan dat via de Brennerpas doen. En hopelijk wordt het een leuke dag. We zijn met twee motoren. Ellen rijdt achter me. Oh shit. Sorry mijn fout. Ja. Nou, welkom in Oostenrijk. Ik probeer hem hier wel ergens neer te zetten. Koeien? Kijk, ik weet niet of dat lukt. Dus die Oostenrijkse koeien. Nou, daar gaan ze. Dat was de verbinding. Dat is goed, dus ook nu. Ja. Microfoon weer goed voor mijn mond. Zou ik er iedereen mezelf ook weer staan? Ja, hallo, daar ben ik. Hi. Nou, zaag. Wat was dat nou? Ja, dat was even een vallend jongens. We zijn de tunnel doorgereden. En nou, we hebben een mochtje gemaakt onder de snelheid door. We kwamen terug met haar vervolgens verkeerd te hebben en hebben we dobbelt opgenomen. Daar mocht ik wel maar niet af. Dat kwamen we pas af te doen, om te wachten voor de afsteek. Gelukkig kwam er een hele boze Oostenrijker, die moest in waar wij stonden. Dus die kon er niet in, dus die had geen andere keuze dan het verkeer begon te blokkeren zodat we dat je denkt, oké, adrenaline, joe, we zijn er. Neem even afstand. Ja! Oh, het loopt dood. Die is recht hoor. Nee, een grapje. Waarom gaan we hierheen? Oké, oh, dat is een keer. Hey, daar zijn we gaan langs gereden. Ja, daar rijden we straks weer langs. Nou, welkom in Sprookjesbos. Ja, altijd. Voilà. Even kijken, smal bruggetje.
versnelling omlaag, Hel. Vrij. Wauw, jongens. Volgens mij zit ik in zijn eerste versnelling. Ach joh, het is niet een 30%. Wauw. Wauw. Hi. Let goed op, wel. Oh, dat is plat. Dat is plat. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Ah nee, dat is nog niet zo ver. Bye. Tulfus. Ja, zoiets. Maximaal, hè?
bus. Are you okay? Yeah. Ik ook. Nou zegt hij, dat is afgesloten. Vanaf 13.8 zag ik dat goed? Dan kun je over de daar omheen kunnen, zeg maar. Ik zou niet te dicht op me gaan rijden in ieder geval. Huh? Nou ja, als we terug moeten, dan moeten we ergens gaan draaien. Ik poes. Ben benieuwd hoor, want er staan overal borden. Nou, hier onder andere. Nee, deze. Volgens mij kunnen we straks echt niet verder. Aha. Is die uitgezonderd? Nee, maar die wijzen alles naar links. Dus deze doorgaande weg zou wel eens afgesloten kunnen zijn. Hou gewoon even afstand, El. Als ik moet remmen, dan... Kijk, dat bedoel ik. Zie je het? Kun je hier stoppen? Ja. Waar komt die vandaan? Een hele goede vraag, maar we gaan wel draaien. Even wachten. Even geduld. Staat deze aan, Ties? Ja. Ja? Als het goed is wel. Ja, ben je weer? Hij zegt hier rechtsaf. Even kijken of dat kan, hè? Nee, dat ga je niet.
gaan terug naar die kruising. En dan gaan we naar rechts. We gaan naar rechts. Ik zie het. Vast wel, ik rijd nu 18 in plaats van voor, ja.
Het gekke is, bij een bocht naar links, deze, daar wil je aan de buitenkant blijven. Omdat je namelijk met je stuur naar binnen komt. Bij een bocht naar rechts mag je richting die lijn komen. Want het is makkelijker naar binnen sturen dan naar buiten. Duw maar even zo'n paal op. Het is niet de kleren erin hebben, het is de kleren erin zijn. Of zijn die kleren? Ja, I know. En dan heb je... We hebben geen haast. Aan wie vraag je dat? Jou. Nou, stel je vraag nog eens. Hey, hoe groot is de handen bocht? Hoe doe je het? Ah ja, je hoort mij niet klaar. Nou ben ik geen grootmeester, hè, overigens.
niet tot de Brennerpas door dan? Volgens mij wel. Dus we gaan richting de Brennerpas. Ik denk inderdaad nog niet dat dit de Brennerpas is. Dat is wel de aanloop naar, maar... Ah, oh, kijk eens wel. Ja. Tinky winky, dipsy, la la, fuck. Ja, 70. Volgens mij geen bouw inderdaad. Nee, het is weg nu. Maar het is een andere burp. Pardon me, are you Aaron Burp, sir? Oh, pijn. Hi. Hi. Hallo. Wegwerkzaamheden. I sure hope it does. Rood licht. Wat sta je ver weg? Ik zeg, wat sta je ver weg?
away. Fly away. Bochie. Is it this? Dat is dodelijk. Je mist één keer en je schiet met je hoofd door de muur heen. Dat is niet. Nee. GroenL. Zo, ik moest nou weer terugschakelen. Nee. Ik geef jou de schuld van iets wat ik zelf fout doe.
Ik zag je hand ineens naar het greepje gaan. Ja, ik kan het zeggen. Dat zijn oudjes. Maar ze zitten niet in de zijspan. Nee, maar ze hadden ze wel. Ja, dat is heel bijzonder motorrijden. Dat is heel anders. Nee, ik heb er ook niet zo'n behoefte aan. Jammer. Hè? Huh? Jammer. Jammer? Ja. Ja. Hoezo, jullie willen in de zijspan? Ja. Oké. Okay. Ja, hetzelfde als dat je in een mini zit. Maar dan kun je wel slapen. Hangt van de zijspan af. De gordel heeft aan zich niet zo super veel zin, want de carrosserie is niet super sterk. Het is geen auto, zeg maar. Dus het kan best zijn dat hij er wel in zit, maar dat het dan meer is om de kinderen te laten zitten. Ping, ping, ping. Ik hoor alleen maar ping, ping, ping. Yep. Oeh, water. Ja, massa. Kijk wel uit. Zo kan ik jou een beetje in de gaten houden. Ja.
Nee. Nu kan ik namelijk op jou letten in plaats van op de weg. Hier is je bordje 50. Bovenin heb je een brug rechts. Brug? Wat? €1500. Oh, hier mag je maar 50. Ja, dat klopt ook wel, alleen er stond aan de rechterkant wel een bordje 50. Ah, recht voor je heb je weer zo'n brug. Volgens mij zitten we nu gewoon op de Brennerpas, hoor. Het licht is rood. Ja, hier zijn.
Maak je niet te druk om mij. Als ik je voorbij wil om even een stukje te tuffen, dan ga ik een stukje tuffen. Dat zeg ik net. Wow, stop, stop, stop. Vermoedens, ja precies, ze gaan rechts. Dus even geduld, dan zijn ze weg. Gaan maar links voorbij. Italië in, dat is grappig. Spaghetti.